Maak je een close of toch een totaalshot? Veel of weinig licht? Wat is kadreren? Deze antwoorden krijg je in het fotografieboek Foto. Er staan veel tips in hoe je alles moet doen met fotograferen. Gisteren werd het boek gepresenteerd in het Fotografiemuseum van Amsterdam, FOAM. Ik vind het leuk om mensen te fotograferen en iets van de natuur. Want het ziet er gewoon leuk uit en vrolijk. Dat je alles kan vastleggen en kan terugkijken. De toekomstige beroepsfotografen hebben wel een aantal tips. Nou, dat je in ieder geval goed kijkt wat je doet. En dat ze moeten wel scherp zijn. Als het donker is, flits aandoen. Rust. Want je kan niet steeds op het knopje drukken en dan is het klaar. Je hebt er aanleg voor nodig. Niet iedereen kan scherpe foto's maken. Dat je vooral moet blijven kijken en moet blijven kiezen. Want wat ik zie is dat kinderen heel veel foto's maken en dan niet gaan kiezen. Maar een echte fotograaf kiest altijd. Wil jij zelf ook aan de slag met het boek? Kijk voor onze prijsvraag op bastaschooltv.nl. En wie weet win jij hem!